Hallo und moin moin. Vandaag is vrijdag de 16e december. En dit is mijn eerste bijdrage na mijn lange krankheid. Ik weeg nog 65 kilo, maar heb ik wel lief opklappen. Ik heb maag- en darmproblemen gehad. En die heb ik ook nog. Maar ik ga nu weer aan, want ik afhang moet. Anders kom ik niet meer toe aan. Dan moet je dat weten. Dit is mijn eerste bijdrage die ik nu breng over een brand in Wiesmoor. En mijn ziet heb ik nee opbouwd meer. Zo, nu kan je in de toekomst zo wat in me zijn meer. Also, twee wichten, dat zijn jongen in Wiesmoor, die heb geweldig klok gehad. Ze hebben bomen in hun kinderzimmer, hebben ze met papierschnippels spuien aan de in brand staken. Hebben die wel liefdesbrieven van jongens verbrand. Hadden ze dan op aangeblich wel uitpoest en ze dan aan de oude gaan, in de erdgeschoss. Waar ze juist ook opholen doen. Ja, dan komt er toevallig namens jong, samt een jongen, komt er voorbij naar huis en zucht. Dat er in het kinderzimmer vuur is, brand aan het schief. Dan gaat er tegen de deur heen en op de ollen van die bichter. Die vallen natuurlijk uit alle wolken. Die bestending de Feuerwehr. Ja, de Feuerwehr is ook een voet door. In Wiesmoor, die hebben goede Feuerwehr. Leute, en die hebben dat ganze dan ook ganz flink in de griff gekregen. Maar hoe had dat ook gekomen? Wenn die nicht sofort fest haben und wenn die Jungen das nicht sein haben, ja, dann haben die schlecht wie nachgegangen. Und nun haben sie Glück gehabt, Ende gut, alles gut, die Schau ist bei 500 Euro geblieben, Klärschaft wäre bloß in Brand kommen, der Baum. Die können sie nur glücklich schätzen, dass sie wie nachher so verbringen können, anders wird auf Brandwehr ganz, dann wird es schlechter werden. So kann es auch lücken, oder?